Tja. Tja, het breekbrood van Aldi. Ook nu. Ik ben een grote fan van Aldi. Dit is kaas-ui-breekbrood. In de eerste plaats koer geen kaas. In de tweede plaats proef ik geen ui. Het is een beetje kleffelhap. Valt tegen. Maar ik ga proberen om er nog wat van te maken. Zo. Gauw eraan. Wat is. Er kan nog wat tomaat bij. Zo. En uiteraard wat kaas. Hoi. Hey. En dan misschien dat het nog wat wordt. Kom ik dadelijk op terug. Ja. Nou, even kijken. Het ziet er nou niet echt smakelijk uit. Bovendien was het nogal bewerkelijk allemaal. Volgens mij is het gewoon makkelijker om gewoon een gebakken eitje te maken of een omelet of zo. Ja. 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 Ja, het smaakt niet verkeerd hoor. Het brood aan zich smaakt eigenlijk nergens naar. Het zijn, het is wat erop zit, wat het lekker maakt. En dat is in dit geval dus ham, schouderham of iets, ik weet niet, ham. Kaas, tomaat en tomatenketchup. Hm. Oh. Maar wel. Ik denk te bewerkelijk en te duur. Je kan net zo goed een tosti maken. Dat is makkelijker, goedkoper. Misschien nog wel lekker dronken. Beetje te veel werk allemaal. Lieve keer. Maar ik doe het niet meer. Voor dan gewoon tosti. Makkelijker. Makkelijker. Oké. Okay. Ik zie jullie. Hey, bedankt. Houdoe.